Hallo allemaal. Dit is heel gek. Dit is echt heel raar. Ik ga jullie proberen hier neer te zetten. Het blijft ook gewoon netjes aan. Top. Dit is heel raar. Ik wil jullie even wat vertellen voor ik de vlog begin. Het is maandag. Ik ben inmiddels opgestaan. Ik heb vandaag een tussendienst op stage. Het zal waarschijnlijk ook mijn laatste tussendienst zijn. Dan zou je misschien denken, hè, maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Ik stop met de opleiding. Ik ga niet meer door. Alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, heeft mij ontzettend veel werk gekost nu. Het is niet meer haalbaar om dit te maken. Ik zit niet helemaal 100% op mijn plekje waar ik nu zit. Dus dat is ook wel een dingetje. Ja, ik wil hier gewoon nog een keer een hele aparte video over maken, maar in ieder geval even snel door de bocht. Ik stop met mijn opleiding. Deze week ga ik mijn beëindigingspapieren tekenen. En ik ga zo meteen naar stage toe. We weten nog van niks. Deze beslissing heb ik afgelopen week met school genomen. Tenzij school het heeft doorgekoppeld, maar verder weten we nog helemaal niks. Dus ik ga straks naar mijn stage toe. En ik ga het uitleggen. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie. Het is nu 's morgens bijna 8:30. Dus dat is ergens wel lekker. Het is nog vroeg. Tenminste, ik stond vanmorgen 7:45 op. En toen las ik gelijk de mail. Ik dacht van, oh, oké. Maar goed, ik ben er blij mee. Het is al mijn besluit. En ik heb vanaf afgelopen week ook een keer geroepen van, ik kap ermee, ik kap ermee. Ik heb er geen zin meer in. Puur om het hele plaatje compleet. School die moeilijk doet, school die midden in mijn gezicht ligt. Stage die moeilijk doet, iedereen die continu maar zegt, oh, je gaat het toch niet halen. Weet je, waarvoor moet je dan door? Wat ik nu wil gaan doen, is ik wil gaan werken als helpende. Ik stop met deze opleiding, ik ga werken als helpende. En als ik een beetje een jaar gesetteld ben en zo, dan ga ik gewoon verder waar ik gebleven was. Maar dan met BBL. Dus werken leren in plaats van stage leren. In de hoop dat het allemaal wel lukt. Dat het wel allemaal goed gaat. Dus ja. Dat is een beetje het ding. Ik heb trouwens koffie gezet net. Even heerlijk wakker worden. Maar ja, het is allemaal heel raar en anders. Maar ergens ben ik er wel heel erg blij mee. Dat ik deze keuze alsnog steeds maak. Ik ga heel eventjes een video kijken. Aangezien ik toch niet meer hoef te douchen en zo. Dat heb ik gisteravond gedaan. En ik ga morgen mijn haar wassen. Ik heb zondag mijn haar gewassen. Dus ik vond, of zaterdag. Dus ik vond het een beetje onnodig om dan gisteren weer mijn haar te wassen. Dus ik ga het morgen doen. Ik heb er nu ook niet zo heel veel zin in. En het is verder niet vet of zo, dus dat valt allemaal wel mee. Ik ga even een video kijken. Even een leuke video kijken. Beetje wakker worden. Ja, ik ben op zich al wakker. En nog een beetje meer wakker worden. En dan ga ik me eigenlijk klaarmaken voor een stagedag waarbij ik vandaag dus niks meeneem. Ik wil alleen eten en meer niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Gaat allemaal meemaken. Ik ga eerst nog een beetje wakker worden, want zoals je ziet, ik slaap nog een klein beetje. Ah ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Goed, ik ben helemaal klaar. Ik ben opgemaakt, ik ben aangekleed. Ik heb dit lange vest aan van... Ik ga jullie even in de spiegel laten zien. Ik heb dit lange vest aan van... Goeie vraag eigenlijk. Ik weet niet eens meer waar hij vandaan komt. Het Link in Bio shirt van de New Yorker. Broek van de Prix, van de Primark. En deze schoenen. Goeie vraag. Het zijn van die schoenen waar de onderkant licht van geeft. Ik dacht, doe die weer eens aan dat ze lekker stevig lopen. Dus dat is mijn outfit. Vrij donker. Maakt me eigenlijk niet heel erg uit. Ik heb make-up ook gewoon vrij simpel gehouden. Mijn haar lekker gedaan. Ik kreeg net een berichtje van mijn stagebegeleidster.
Dat ze ervan op de hoogte zijn dat ik ben gestopt, bla bla. En wat blijkt nou dat mijn stage waarschijnlijk ook was beëindigd. Dat ik dacht van, ik ben nog niet eens officieel gestopt. Maar toch hebben ze het beëindigd. Dat ik denk, why? Ik snap het niet. Ik vind het gewoon vrij asociaal dat ze dat hebben gedaan. Ik heb gelijk mijn ogen in het uitgeven. Trouwens, even gaan we een dingetje op. Ik ben hier wel lekker aan het vloggen, maar volgens mij heb ik het helemaal niet verteld. Ik heb mijn kamer veranderd. Mijn wandmeubel stond eerst op die muur hier. Die heb ik dus daar neergezet. Ik ga jullie gewoon even een overview geven. Dit is hoe het er nu... Ik heb trouwens verse bloemen daar en daar. Drie. Mijn bureau die staat nu hier. Die stond natuurlijk eerst hier. Mijn tv staat nu daar. Daar wordt een ander kastje voor gebouwd. En mijn bed die staat nu hier. Superleuk. Ik vind het heel tof geworden. Ook daar ga ik nog een aparte video over maken. Een roomtour opnemen. En ik ga nog een aparte video maken over het feit dat ik ben gestopt met school. Dus ja. Ik vind het allemaal een beetje vervelend worden nu. Dat ze nu allerlei dingen achter mijn rug gaan doen. Trouwens ook een smartwatch gekocht. Van alles gedaan en gekocht. De afgelopen week is veel gebeurd. Maar het is allemaal niet leuk. Tenminste, het is niet leuk dat ik ben gestopt. Het is ook helemaal niet leuk dat ze nu en ik al die dingen achter mijn rug gaan doen. Dus ja, het is allemaal vervelend. Het is echt alles behalve leuk, maar goed. We veranderen er vrij weinig aan. In ieder geval heb ik een nieuwe smartwatch gekocht. Super blij mee. Dus dat vind ik echt super top. Echt heel tof. Hij is ook waterdicht, dus dat is heel erg fijn. Ik doe lekker deze ook omhoog. En dan ga ik zelf even een paar dingen doen. Het is 9:50, dus ik hoef over ongeveer... Wat zal het zijn? 12 uurtje of zo ga ik de deur uit. Dus dat is wel lekker. Dus ja, dit is wat het is. Goed, het is inmiddels 9:45. Ik ben helemaal ready om te gaan. Ik doe dit maar uit. Nog even een luchtje op. De zon was zo lekker. Zo, ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb deze, dit is mijn sporttas geweest. Maar aangezien ik niet meer sport, dacht ik ga hem gewoon zo gebruiken. Dus het is gewoon een lekkere grote tas van Catwall. Ja, mijn agenda zit erin. Een schriftje, een powerbank, oplaadkabel, een busje deo, portemonnee, sleutels. Alle standaard dingen, want ja, ik hoef geen opdrachten en laptop en stagemap en dingen meer mee te nemen. Dus dat scheelt heel erg. Dus tas neem ik mee. Ik ben ready. Beneden nog even mijn eten in mijn tas doen. Dat ik niet weet of ik nu echt mijn tussendienst ga lopen. Of dat ik zo meteen gewoon weer naar huis ga. En het eindig, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. We gaan naar stages toe. En we gaan het allemaal meemaken. En hopelijk met niet al te veel gezeur kan ik dit afronden. Goed. Inmiddels is het avond. Ik ben thuis gekomen van stage vanmiddag. Ik ben eerder naar huis gegaan dan dat ik eigenlijk moest. Omdat het niet heel erg veel meer van waarde had om langer te blijven, om het zo te zeggen. Ik ben dus naar huis gegaan. Heb lekker avond gegeten. Ik heb net lekker een masker opgedaan. Ik ga nu eventjes douchen. Moet ook gebeuren. En dan ga ik mijn gezicht wassen. Tanden poetsen. En zo lekker naar mijn bed. Want het is echt wel... Het is al 9:30. Ja, al 9:30. Het valt mee. Maar het is wel al 9:30. Dus ik ga even lekker douchen. Mijn dingen doen. En een beetje op tijd mijn bed in. Want ik wil er morgen ook op tijd uit. Ik heb morgen misschien wel geen stage. Maar het is niet de bedoeling dat ik elke dag zo lang ga uitslapen. Goedemorgen allemaal. Oef, het is dinsdag. Ik heb heel vast geslapen. Het is al mijn spieren en al mijn zeer.
Ik ga naar beneden. En ik ga even koffie zetten. Oh, ik heb trek in koffie. En mijn gezicht is zo glad. I love it. Ik ga even mijn ketting omdoen. Die ligt hier. Ik slaap tegenwoordig niet meer met de ketting om. Dat is zo raar. Tenminste, het is niet raar, maar... Ik doe het gewoon puur voor mezelf. Maar het blijft wel iets geks. Dat ik geen ketting meer om heb. Maar goed, in ieder geval... Ja, ik ga even koffie zetten. Ik heb trek in koffie. Goed. Lekker gewassen en aangekleed. Wat heb ik eigenlijk aan? Even snel dit trui. Deze trui van New Yorker. Volgens mij. Ik heb echt 4 blauwe broeken aangehad. Dit is de 4e broek die ik aantrok en die paste. Al die andere drie waren te groot. Dat betekent dat ik gewoon echt hartstikke veel afgevallen ben. Want er waren broeken die echt strak zaten. Dus dat is niet helemaal goed. Ik ga een beetje op mijn eten letten. Dus ja, ik doe mijn zwarte Nike's zo aan. Die staan beneden. En dan gaan we eventjes naar de winkel. Ik moet even naar de supermarkt. Eventjes naar de Action. Kruidvat. Dus we gaan even op pad. Goed, ik loop inmiddels buiten. Het is fris buiten. Ik heb toch mijn winterjas aan, maar toch is het echt best wel koud buiten. Ik heb deze tas weer eens gepakt. Dit is mijn leertas. Ik gebruik hem eigenlijk heel weinig. Het is zo'n bucket bag, waarvan er dus geen vakje niks in zit. Het is gewoon echt zo'n gooitas waar je alles in gooit. Dus ja, ik ben onderweg naar de winkels. Ik heb mijn zwarte Nike's weer eens aan, dus zoals ik er net al zei. Ik pas ze nog steeds aan, ze zijn heel vies. Dus ik denk dat ik ze vanavond of vanmiddag even in de wasmachine ga gooien. In de hoop dat ze er weer wat frisser zijn, om het zo te zeggen. Het is echt koud buiten, jongens. Dat is niet te doen. Oh, vreselijk. Oh, ik heb gewoon tranenoog van de kou. Oh. Het is niet lekker warm buiten. Ik ga eerst langs de Action. Daar even mijn schoonmaakspulletjes halen. Dan naar de Albert Heijn voor boodschappen. Dan naar de Kruidvat. Dan moet ik ook nog wat halen. En daarna even gauw langs de juwelier. En dan heb ik alles. Goed. Het is inmiddels bijna 4:15. En ik kwam op het briljante idee na vandaag gewoon een beetje gerommeld te hebben. Overal een winkeltje in, winkeltje uit te hebben gelopen. Om mijn kledingkast weer eens op te gaan ruimen. Het is hier één grote bende weer. En ook, ik heb het pas opgeruimd. Het valt denk ik nog mee. Dan het gewoon een kwestie is van een paar dingen eruit halen. Dat gewoon weer netjes terug mijn kast in. En dan is het op zich denk ik wel weer netjes. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het even recht trekken. Timelapse. Niet dat het heel veel scheelt, maar het is toch wel gezellig op de achtergrond. Ik lig in mijn bed. Het is inmiddels... Ik heb trouwens geen idee hoe laat het is. Ik heb een horloge op mijn telefoon in mijn hand. En dan zeg ik dat ik niet weet hoe laat het is. En dan hangt boven mijn hoofd een klok. Het is 7:50. Ik lig in mijn bed. En dat heeft de reden dat ik me niet zo lekker voel. Ik ben heel erg misselijk eigenlijk sinds vanmiddag. En heel hangerig en een beetje raar in mijn hoofd. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb ook echt buikpijn. Misschien dat mijn darmen gewoon weer aan het werken zijn. Daar herken ik de symptomen wel van. Maar ja. Ik ben Netflix aan het inloggen. Want ik heb mijn telefoon er net terug gezet naar fabrieksinstelling. Dat heb ik puur met de reden gedaan, omdat ik dacht van, er staat zoveel op en ik heb geen zin om alles helemaal uit te zitten pluizen. Van, oh, dit moet weg en oh, nee, dat moet ik wel laten staan. En
ik had er geen zin in. Hij liep ook echt een paar keer vast. Dus ik heb de keuze genomen om alles weer lekker eraf te gooien. En vervolgens opnieuw te starten, zeg maar. Dus alles is nu een beetje opgestart. Ik lig onder mijn eenpersoonsdekbed. Misschien een gek feitje, maar ik vind het heerlijk om onder een eenpersoons... Ik vind het ook lekker om onder twee, hoor. Maar ik vind het heerlijk om onder een eenpersoons te liggen. Want dan kan ik me s'nachts helemaal lekker oprollen in mijn eenpersoonsdekbed. Is het raar of klinkt het herkenbaar? Verder vind ik het ook heerlijk om een tweepersoons te hebben, hoor. Maar ik lig nu dus gewoon op mijn dekbed. Onder mijn eenpersoonsdekbed. Dus dat is echt super chill. Ik ben een beetje moe, een beetje hangerig. Ik weet niet wat er is. Maar ik heb net in ieder geval medicijnen ingenomen en pijnstilling. Ik heb lekker een glaasje sap op mijn dienblad staan naast me, zodat dat niet omvalt. Dus dat is wel heel fijn. Dus ja, ik ga even Netflix inloggen en dan ga ik lekker een filmpje kijken voor hoe lang ik het volhoud. Ik heb geen idee. Ik ben hartstikke moe. Dus we gaan het allemaal meemaken. Goedemorgen. Oh, jongens en meisjes. Oh, mijn badjas is open. Het is woensdag. Ik ben net wakker. Echt net wakker. 9 uur ben ik wakker. Ik heb de papegaai naar mijn... Oh my god. Het is echt oorlog hier in de keuken. Ik denk dat ik de keuken maar eens op ga ruimen dan. Mijn ouders die zijn in het ziekenhuis. Mijn vader moest naar de longarts. Dus ik ben heel benieuwd. Het is hier nog oorlog in de keuken van gisteravond. Ja, ik ga eerst opruimen. Goed, de keuken is opgeruimd op een panda die ik nog zo moet afwassen. En hier nog wat afval wat ik moet wegbrengen naar de container. Maar ik loop in mijn badtas, dus dat is een beetje koud. Dat ga ik zo meteen doen. Ik heb lekker YouTube aangezet op de tv. Koffie gezet. Het is 9:30. Ik heb het zo aardig wel gedaan. Eigenlijk. Ik heb uitgebreid de keuken opgeruimd. Dus even een videootje kijken. Kijken of er nog wat leuks is op het wereldwijde internet of YouTube. Ik ben benieuwd. Ik heb heel rommelig geslapen. Dus het is echt zo dat ik denk van oké, ik ben wakker. Maar ook weer niet. Maar goed, dat geeft niks. Wel, ik heb kipsnitzels uitgegooid. En het zijn er 5. En dat heeft de reden dat Chantal vanavond komt slapen. Super gezellig. Mijn ouders zijn trouwens nog steeds niet terug van het ziekenhuis. Dus ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ik ben ondertussen lekker tv aan het kijken. En social media aan het checken. En gewoon alles lekker chill. Beetje aan het reageren op WhatsApp enzovoort enzovoort. Dus dat is heel erg relaxed. Goed, ik loop lekker buiten. Ik heb lekker deze grijze jas aangedaan. En ik heb mijn designer bag mee. I love it. Ik ben blij dat ik hem nu eindelijk kan gebruiken. Want het is gewoon echt stage tijd en alles. Ja, dan neem ik het niet mee. Maar dat heb ik nu allemaal niet meer. Dus ik kan hem nu gewoon lekker gebruiken. Dus daar ben ik heel blij om. Ik heb lekker een sjaal onder mijn jas aan. Ondanks dat de zon goed schijnt, is het toch best fris. Dus een sjaal is toch wel een beetje nodig. In ieder geval ga ik nu even onderweg naar de kruidvat. Want ik moet foto's gaan printen. Ik heb in totaal 54 foto's om te gaan printen. Dus ik hoop dat het apparaat zo meteen niet op hol slaat. Ik moet bij de kruidvat nog een nieuw wenkbrauwpotlood halen, want de mijne is op. En ik had nog iets nodig. Ik weet alleen heel even niet meer wat. Dus dat ga ik nu allemaal halen. En dan ben ik op zich erg tevreden. Nog even naar de Plus lopen om een paar kleine boodschapjes te halen. En dan hebben we alles weer in huis. Komt Chantal vanmiddag na stage. Die komt naar me toe, die komt lekker slapen. Dus dat is gezellig. Dus ja, ik ben benieuwd. Goed, mijn haar piekt aan alle kanten. Maar wat ik even wil zeggen. Ik heb net documentaire gekeken. Van ik ben een influencer. Violand. En het maakt toch best wel heel erg veel impact, vind ik. Mensen hebben een ander beeld. Kijk,
influence ook. Een beetje, vind ik. Maar ik kan me eigen niet zo noemen. Maar zelfs ik ben niet bekend. Ik heb geen weet ik het hoeveel 100 volgers. En nog hebben mensen een ander beeld van me dan dat ik eigenlijk ben. Als ze het zo allemaal online zien. En dat vind ik toch best wel heftig. Ik denk, ja, weet je, hoe heeft het uiteindelijk zo kunnen lopen? Hoe kunnen mensen uiteindelijk zo gaan denken? Vind ik best raar, nog steeds. Blijft iets heel gek. Dus ja, dat wil ik even mededelen. Het is gewoon iets heel raars dat mensen compleet anders denken dat het eigenlijk is. Of gelijk een eerste indruk hebben. Dat heb ik in het begin heel erg gehad. Omdat ik toen ook nog niet echt wist wat ik wilde doen. Ja, daar werd ik toen ook al heel erg snel belaagd. Van oh, wat is dit? En stop ermee. En slaat nergens op. En wat slecht. En al die dingen. Dus dat heeft toch wel best wel een dingetje. Maar goed, bijna ben ik eruit zat. We gaan even een aantal foto's printen. Oh my god. 51 foto's. Goed, ik loop inmiddels op de weg naar huis. Ik heb 55 foto's geprint en was maar liefst 40 euro kwijt bij de Kruidvat. Ik heb een paar foto's voor Chantal ook geprint. Dus dat is erg zo fijn. Ik heb boodschapjes gehaald. En ik dacht, Chantal komt vanavond. En ik dacht, het is misschien wel lekker om een gebakje te halen. Dus ik heb 2 gewone moorkoppen gehaald. En 2... een soort Valentijnsgebakjes met slagroom en framboos en een soort moorkop. Alleen hij is overgoten met witte chocola. Dus ze mogen op vanavond gaan uitvechten wie wat neemt. Ik lust geen moorkop, dus ik dacht dit is misschien wel lekker. Dus ik heb er sowieso eentje. Wie de ander vanavond wil, mogen ze lekker uit gaan vechten. In ieder geval heb ik alles gehaald. En ja. Het is nu een kwestie van rustig aandoen met mijn geld. Ik heb niet zo heel veel meer over. En komende maand krijg ik natuurlijk ook niks. Omdat ik geen stage en zo meer heb. Dus mijn studiefinanciering, mijn stagevergoeding, alles stopt. Dus dat krijg ik allemaal niet meer. Dus ja. Het is even rustig aandoen met mijn geld. Maar ik heb in ieder geval alles wat ik nu moest hebben en moest halen. Dus helemaal top. Goed, de posters die aan de deur hangen, die liggen hier opgerold. Het ziet er gewoon niet meer uit. Het begint er al leuk uit te zien. Tenminste, ik vind het er heel leuk uit te zien als straks de hele deur zo bekleed is op het onderstukje na. Ik hoop dat ik het red met al deze foto's. Ik ben benieuwd, we gaan het meemaken. Het is wel echt heel veel, maar het is wel leuk. Dus ik zou zeggen, let's go. Geweest. Boven is ook alles opgeruimd en klaar. En Chantal kan ieder moment hier voor de deur staan. Ja. Yay! Goed, inmiddels is het, ik weet
weet niet hoe laat het is. Ik heb geen idee hoe laat het is. 10 uur geweest. Oké, okay. Dat had ik dus niet verwacht. Het is 10 uur geweest en ik heb er nog wat foto's bij geplakt. Chantal heeft wat foto's voor me geprint. Die ik hier nu dus onder heb gedaan. Ik ga het jullie morgen even mijn daglicht laten zien, maar het is zo leuk. Ja. Het is nu dus gewoon lekker tijd om zo te gaan slapen. Chantal is nog beneden. Ik ben even mijn spullen aan het klaarleggen en pakken voor morgen. Want morgen moet ik natuurlijk gewoon naar school. En het is mijn allerlaatste dag om alles te beëindigen. Dus ik moet nog een paar dingen meenemen die ik terug moet geven aan school. Ja, voor de rest was het een leuke dag vandaag. Ik ga zo even mijn skincare doen en dan ga ik lekker naar mijn bed. Dus dat is allemaal mooi. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Want ik moet deze video ook nog gaan editen voor ik ga slapen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie of wij, Chantal en ik, zien jullie komende woensdag. Voor mij morgen of jullie woensdag. Nog even wachten. Doeg!